Effecten die je in Nederland ziet, en dan komen we bij waarom het geld stuk is voor mensen, is um, sparen loont niet meer. Ga als jongeren nog maar een keer een huis proberen te kopen. Die huizen worden 15% duurder elk jaar, maar je salaris groeit niet 15%. Dus dat is als je de rente laag houdt en als je hem nu verhoogt, de rente. En dan krijg je, wat, dan zeggen ze netjes, een schoksgewijze aanpassing van de assetprijzen. Met andere woorden, een crash van de huizenmarkt en de aandelen. En dat moeten we ook niet hebben. De, 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 het geldsysteem is op een aantal manieren stuk. En, en misschien kan bitcoin voor een deel een oplossing zijn. We hebben eigenlijk naar digitaal geld, wat net zoals goud eigenlijk op zichzelf staat. En dat is in essentie de uitzending van bitcoin. Dat is de allereerste keer in de geschiedenis dat er een digitale bezitting... Kan worden overgedragen aan iemand anders zonder dat een centrale partij dat bijhoudt. Maar het bestaan van de optie zorgt er wel voor dat overheden wereldwijd allemaal met hetzelfde protocol, namelijk Bitcoin en vroeger hetzelfde ding, goud, euh, zich daartoe moeten verhouden. Hè? Ja. En, en ja, dat brengt een stukje euh, soevereiniteit terug naar het individu. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts Gasten. Vandaag te gast bij Goudkoorts Gasten: Bert en Peter Slachter, broers. Welkom bij Goudkorts Gasten. Dankjewel. Dank je. Natuurlijk, graag gedaan. Dank jullie dat jullie even tijd voor ons hadden. Want jullie hebben het heel erg druk. Jullie hebben namelijk een boek geschreven, Ons Geld is Stuk. Ja, het ligt hier natuurlijk ook. Ja, we, en... we hadden het al druk en toen kwam er een boek bij. <laughs> <Ja>. <laughs> Zo gaan die dingen. Jullie, jullie hadden het al druk. Nou, laten we daar dan meteen ook even over beginnen. Want de reis die jullie eigenlijk samen hebben gemaakt... en ik laat jullie dan ook graag... Jezelf even introduceren. De reis die jullie hebben gemaakt is gewoon heel interessant. Um, ja, wie, wie mag vragen. Bert, mag ik jou vragen om je, ja, jezelf dan even te introduceren en ook een klein stukje te vertellen over die reis? Over die reis. Ja, het is een leuke reis geweest, vinden wij zelf ook. Maar um, um, ja, die begon eigenlijk al in de jaren negentig, toen het internet opkwam. En daar zijn wij mee opgegroeid. We zijn van die. Uh, de internetjongens, zeg maar. Hè, als, als tieners de eerste. Een modem en een paar gulden per uur en een boze pa met een uh, hele hoge telefoonrekening die tijd onder stroom staan met coaxkabel. Zeker, ja. <laughs> Gamen. Hè. Weet je, dat was, dat was onze eerste kennismaking ja. met een totaal nieuw fenomeen: met een heel nieuwe innovatie, waarvan we toen eigenlijk nog niet met elkaar gingen, nog niet begrepen hoe die de wereld zou gaan veranderen in de twintig jaar die daarna volgden. In 2000. Eén, um, zijn we, uh, uh, Procurios ben ik gestart. Peter is er later bijgekomen. Dat is een techbedrijf. Nu zou je het een tech up noemen. Maar in een tijd dat het internet nog heel jong was, heel uh, ruw, um, onontgonnen, um, nog, nog, nog onpraktisch op heel veel vlakken. En, en we zaten na de dot .com crash, crisis, hè, de, 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 de maand met de meeste dotcom faillissementen, zijn wij gestart toen. Dat toen iedereen zei dat je gek was als je nog in het internet zag. Zo... Precies, het toen precies. Het was echt allemaal teleurstelling. dat je internet, wat heb je nou aan? Weet ja. je Digitaal, uh, een soort van uh, visitekaartje, weet je. Dat die ja. kon je adres opzetten. Wordt niet meer dan dat. In de jaren daarna, je, toen kwamen, daarna kwam Google nog en Facebook. En, en de smartphone moest nog ontstaan. En, en overal 4G, 5G. Um, wat, wat we nu zien als internet, dus Netflix en Uber, Airbnb, het was er allemaal nog niet. En dat hebben we. In die twintig jaar daarna hebben we dat meegemaakt en hebben we eigen cloud producten gebouwd, geprogrammeerd, ontworpen. En met, met, samen met, met, met teams hebben we daaraan gewerkt. Dus echt in die tech-wereld zijn we opgegroeid. En toen in 2008, 2009, toen was ik in de Verenigde Staten. Met mijn vrouw gewoon een campertje door de wildernis. We waren toen in San Francisco. En dat was het moment dat de Lehman Brothers failliet gingen. Volgens mij was het september 2008. En we zagen wat dat deed met de, met de mensen die ineens zich realiseerden van... Hmm, misschien kan ik morgen niet meer bij mijn geld. En wat, wat doet dat met mensen? Dus dat was een, een punt waarop ik dacht, ik wil daar meer van snappen. Ik wil meer begrijpen hoe... Hoe het financiële systeem in elkaar zit. Hoe kan het nou zo zijn dat ineens geld weg is of zo? Weet je, dat zo, zo voelde het. En dat alles, dat soort domino hè, van banken, en dat moest dan gered worden. En waarom dan? Um, dus de, daar begonnen. Een, dus een, ik had al de reis van Tech, en dan kwam daar het financiële, economische, macro-economische stuk bij, het monetaire stuk. En, um, en toen in 2013-2014, toen werkten we samen bij, bij dat bedrijf met een aantal collega's, zagen we Bitcoin opkomen. En het was vooral leuk gewoon om een beetje mee te spelen. Een beetje mine, litecoin mine, want bitcoin dat lukt eigenlijk al niet goed meer. Op een gegeven moment smolten die videokaarten en zo, een beetje dat soort werk. <laughs> gewoon, dat, gewoon leuk om mee te experimenteren, een bordje schrijven om, 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 om zelf te handelen. Natuurlijk kom je s ochtends op kantoor en het bordje had alles uh, zoek gemaakt, bitcoins weg, dat soort dingen. Het klinkt meer dan dat het, uh, dan dat het was hoor. Het was, was vooral... De vraag, wie, wie verliest het minst? Dat was het, ja. <laughs> Hoe, hoeveel Satoshis? Want in het boek schrijven jullie ook over Satoshis. Hè? Je hebt bitcoin. Ja. Maar een bitcoin is ja. een, een x-aantal uh, Satoshis. 100 miljoen per bitcoin. Ja. Hoeveel Satoshis zijn jullie kwijtgeraakt? Oh, dat, dat, in die tijd wel gewoon echt met hele bitcoins. Hm. Die waren toen een paar honderd uh, uh, euro, weet je wel. Dus ja. Dat, ja, maar, het, was, het, was, het was niet een heel vermogen, maar... Als je tegen de huidige koers zou zeggen, is het best wel zonde wat ja. je toen verloren hebt. Maar, maar ook weer mee gestopt, want ja, weet je, het was wel het was wel geinig, maar ja, ook veel aandacht voor het bedrijf. Kon ook, ja, dat was gewoon druk met het bedrijf en andere leuke dingen aan doen, kinderen geboren, weet je, dat soort dingen. En, maar, maar, Bitcoin was ook vooral nog een, heel experimenteel. Het was nog een belofte, maar concreet kon je er nog heel weinig mee, zag je er ook nog heel weinig van. Het was echt een, uh, iets wat in de kinderschoenen stond, echt. En in 2016, 17, toen kwam natuurlijk Bitcoin weer heel erg in de aandacht vanwege die koers. De koers! En dan is iedereen wakker. En bij elke barbecue ging het erover, bij de kapper ging het erover, iedereen had het erover. Elke krant schreef erover, het journaal ging erover. En toen zagen wij um, dat het ook heel vaak heel oppervlakkig was, of dat dingen verkeerd uitgelegd werden. Dat het eigenlijk heel veel onbegrip was over wat, wat is het nou eigenlijk? Um, dat was één ingrediënt. Het andere was dat toezichthouders zoals IMF en de BIS, die zeiden, die gaven een soort van guidance van hoe moeten we dit gaan reguleren. En toen dachten wij, als we het gaan reguleren, dan gaan ze het niet verbieden. Want dat hadden we eigenlijk wel min of meer soort van verwacht. En want ja, weet je, bitcoin is natuurlijk, zeker in die tijd werd het ook nog gepositioneerd als um, een concurrent van centrale banken. Nou ja, weet je, die laten zich natuurlijk niet de kaas van het brood eten. Maar ze gingen het reguleren, dat betekent niet verbieden. toen dachten nou dat is interessant. En dan zou dit wel eens um, de moeite waard kunnen zijn om daar heel veel tijd in te stoppen. En dat zijn we gaan doen, zijn we gaan schrijven, zijn we gaan uitleggen. Er ja, was ook heel weinig in het Nederlands toen nog, wat dat, van enige kwaliteit. Een belangrijk aspect was ook dat het voor ons voelde als een soort Groundhog Day. En dus met de opkomst van het internet en de opkomst van Bitcoin, daar zagen we heel veel parallellen tussen. Uh, onder andere in hoe er over gesproken en geschreven werd. Ik weet niet of je dat herinnert. Uh, ja, nou, dat zal het ja, een jaar of twintig geleden zijn. dat er nog op tv, in tv-programma's. lekker gerookt werd en gedaan. en er werd er gesproken over Bitcoin. Over internet? Uh, uh, over internet, sorry. als, <laughs> als technologie. Uh, uh, wat is dat nou? En, uh, de de modus was toen ook heel erg conservatief. Oh, dat wordt niks. Ik kan veredelde fax. Toch... Ja, je kan toch ook gewoon een, een kaartje sturen. Dat is wel onzinnig. En. Dat patroon zie je eigenlijk bij heel veel opkomende technologieën. En dus die adoptie, die vertoont vaak ook een soortgelijk patroon. Um, dat zag je bij de mobiele telefoon bijvoorbeeld ook. Ik ga het nooit gebruiken, joh. Je hebt toch van die je telefoon... En je hebt die filmpjes kist. op YouTube, toch? Ja. Die, die ken je wel. Van. Uh -huh. dat Mensen ook zeggen, ja, als ik wil bellen, dan ja. doe ik het al thuis. En als het echt onderweg moet, dan ga ik wel naar een telefoon. Zetten. Ja, precies. Maar het punt is dat je, ja. mensen konden zich toen nog niet voorstellen... dat een telefoon vijftien uh, jaar later... Um, voor heel andere dingen gebruikt werd dan bellen. Right? Mm. Camera, um, GPS, allerlei sensoren. En ineens kan je heel veel meer mee dan en, ja. weet je, in 1997, 1998, 1998, toen die filmpjes er waren. Wie ja, had de verbeeldingskracht om te zien dat de mobiele telefoon uh, veel meer zou worden? Ja, dat je... iedereen nu met een supercomputer Absolut. op zich vak, Klopt. Je hebt had. dus best wel wat fantasie en verbeeldingskracht nodig om te kunnen redeneren over de verschijningsvormen. Van een technologie die in opkomst is, en zeker als die samengaan. Ja, dus je hebt het internet dat opkomt, je hebt de mobiele telefonie die, uh, dat opkomt, en die twee gaan met elkaar interacteren ook nog. En zo, ja, zoals het internet nu eigenlijk een soort van gegeven is in ons leven, en overal voor gebruikt wordt, uh, en dan nog de toepassingen van andere technologieën erbovenop. bovenop, ja, dat, dat voorspel dat maar eens, wel, als, als dat er nog niet is. Nou, en datzelfde zien we met bitcoin en als je ons nu vraagt van hoe gaat dat dan zijn over 20 of 30 jaar, weet ik niet, maar we kunnen er wel een poging doen om erover te redeneren. En, en hoe ontwricht het kan zijn. Nou ja, weet je Onder andere daarom hebben we dus dat boek geschreven. Om, om het vanuit verschillende perspectieven is te belichten. En dat, wat, wat nuttig was geweest toen het internet opkwam, wat ook wel gebeurde, is dus dat er van verschillende kanten naar gekeken werd. Uh, uh, ...om nu, in die vroege fase van, van Bitcoin als technologie... ...toch met elkaar een serieus gesprek te voeren. Meer dan, joh, het is een muntje, de prijs stijgt of daalt... ...of het is alleen voor criminelen. Een piramidespel. Ja, precies. Ja, en, en het, het, het aardige is hè, dat als je terugkijkt naar, naar het begin van internet... ...het begin van mobiele telefoon... Dat, um, ...dat je dan dus eigenlijk zo'n technologie niet moet beoordelen... ...op wat het op dat moment is, maar op wat het zou kunnen worden... En dan met elkaar moet hebben over van willen we dat de kans geven om dat het te laten worden. En want ook internet in het begin was traag en duur en onhandig. En het wilde westen werd het toen ook genoemd, notabene. En er was ook allerlei criminaliteit die daar gebruik van maakte. Ja, dan moet je met elkaar redeneren van moeten we dat dan inperken of moeten we het verbieden. Of laten we het, geven we het de kans om zich te ontwikkelen en te kijken. Dan staan we experimenten toe? In ja, het begin van internet had je ook het net en merken online, CompuServe. Dat je allemaal eigen net, we gaan het zelf wel doen. Hey, even in vergelijking met nu: iedereen maakt nu zijn eigen muntje. Ja, uiteindelijk zijn we erop terechtgekomen dat iedereen toch als een soort van zwaartekracht terechtkomt op dat ene grote onafhankelijke neutrale netwerk, internet. Dat al die eigen netwerkjes weg zijn. En hoe zou dat dan bij Bitcoin zijn? Je, dat soort parallellen zijn interessant om te te maken en dus ook bitcoin te beoordelen... aan de hand van wat het zou kunnen worden... en niet alleen maar aan de hand van wat het nu is. Dus dat zijn um, manieren waarop we de afgelopen jaren hierover redeneerden... en heel veel gesprekken over voerden. En ja, wij, wij hebben eigenlijk een soort van rol gekregen om het te duiden... en het uit te leggen en het begrijpelijk te maken, toegankelijk te maken. En dat ja, hebben... En jullie hebben lekker cryptisch uh, opgericht. Ja. En, en ben, jullie zijn eigenlijk van daaruit... Um, je gaat ontwikkelen richting, steeds meer richting nou, blockchain-technologie, misschien Bitcoin-specifiek? Ja, we zeggen eigenlijk vaak het snijvlak van economie en technologie. Dus daar komen allerlei dingen bij elkaar. En daar zit dus Bitcoin. Ik denk als allereerste hè, een fundament van, van, van iets, iets fundamenteel nieuws. Daar gaan we het straks hopelijk nog even over hebben. Wat is er nou zo innovatief aan Bitcoin? Maar in het kielzog daarvan allerlei andere crypto-assets en allerlei andere. Vormen van decentralisatie, dus dat je zonder een centrale partij iets wilt organiseren, maar ook andere vormen van digitale valuta, zoals het, de digitale vorm van cash, waar centrale banken mee bezig zijn, de CBDC's, en het digitale geld wat door techbedrijven wordt gemaakt. Dat zit allemaal in die sfeer, en dat zijn allemaal onder, onderwerpen die, ja, die wij heel leuk vinden om. om met elkaar in, in een grotere context te plaatsen en het daarover te hebben en dat uit te leggen. En dat doen we dan natuurlijk op de site en in de community waar we mee begonnen zijn, maar gaan de ook steeds vaker in podcasts en in kranten. We helpen journalisten en redacties daarmee, soms ook op de radio. Ja, en ja, een half jaar geleden eigenlijk nog maar, hè, toen zeiden we: Weet je wat, we moeten het maar eens op papier zetten. Want wij zijn niet zo schaalbaar. Wij moeten ook <laughs> ergens heen. En nu kun je het natuurlijk uh, ja, aan iedereen ja, aanbieden. Ja, nu kan iedereen inderdaad in jullie boek Ons geld is stuk ja. uh, lezen. Niet alleen wat die reis is, maar ook de uitgekristalliseerde ideeën. die uiteindelijk dan netjes op papier uh, zijn, zijn ja. uh, gezet. We, we wilden eigenlijk dat we met elkaar in Nederland een wat. Um, diepgaander, wat, 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 wat beter geïnformeerd gesprek kunnen voeren over dit vraagstuk. Over de vraag hoe ziet ons geld er over vijf of tien jaar uit? Hoe ziet ons geldsysteem er in de toekomst uit? Want we staan, uh, zitten in een decennium, aan het begin van een decennium, waarin het geldsysteem echt anders gaat worden. Dat heeft niks te maken met omdat wij dat willen, maar dat, gaat, dat is aan het gebeuren. Daar zijn centrale banken mee bezig, er zijn techbedrijven mee bezig. En daar is, er is open source geld, zou je kunnen zeggen, hè? dat is waar Bitcoin zit. En, en, en um, het, is, het is mooi als je, als je een beetje zicht hebt op wat er allemaal gebeurt. En dus we nemen, het boek is eigenlijk een soort rondleiding langs alle facetten daarvan. En de context waarin, het, waarin dat zich afspeelt. De historische context, maar ook de technologische context. Dus ja, weet je, dat is. Um, ja, het is eigenlijk, we weten niet precies hoe het over tien jaar uitziet. Hè? Dus we kunnen de puzzel niet maken, maar we kunnen wel de puzzelstukjes op tafel leggen. Ja. ja. Ja, en we hebben dat boek vrij vlot kunnen schrijven. De twee, drie maanden productietijd. Omdat we natuurlijk in de jaren daarvoor met zoveel verschillende partijen... mensen en disciplines gesproken hebben over dit onderwerp. En want het, ja, er gaat best wel wat tijd overheen voordat je de juiste metaforen hebt gevonden. En um, het op de juiste manier kunt verhalen zodanig dat iedereen... zonder dat je econoom hoeft te zijn of techneut hoeft te zijn... dat je je toch mee kan nemen in dat verhaal. En, dat, en uh, ik denk dat dat heel goed is gelukt en dus dat, uh, uh, dat mensen zonder voorkennis even aan de hand genomen worden uh, langs uh, alle aspecten van geld maar ook een van die tracks waar Bert het over had uh, waar gesleuteld wordt aan de vorm waarin geld uh, uh, zeg maar, uh, ja, in de toekomst misschien wel gebruikt gaat worden. En naast uh, digitaal centrale bank geld, misschien iets wat, wat een big tech bedrijf ontwikkelt, dan heb je dus ook zo'n grassroots open source geld. Um, en eigenlijk meer dan dat. is dus meer dan geld. Het gaat eigenlijk over het overdragen van digitale eigendommen. Misschien gaat het ook wel over identiteitsgegevens, um, of het vastleggen van contracten, uh, of auteursrecht, of, of digitale eigendommen zoals een kunstwerk. Of een, een, een kledingstuk in een spel waar je een half jaar aan gewerkt hebt in Fortnite. Dus waar veel arbeid in zit en wat voor jou veel waard is. Nou, weet je, en, en dat zijn dingen die we beschrijven. Ja, dat, dat is eigenlijk het, het vraagstuk waaruit Bitcoin is opgekomen. Van hoe kun je digitaal bezit van de ene naar de andere persoon overdragen zonder centrale partij. Ja. En dat, de, de, eerste vorm, de eerste uitingsvorm daarvan is geld. En dat is wat bitcoin natuurlijk in zich draagt. Hè. Het onderdeel van het systeem bitcoin is ook een munt. Maar het gaat over iets fundamentelers. Ja, en nou dat is dan wel denk ik goed. Want jullie openen met een titel. En die titel is best wel provocerend: Ons geld is stuk. En dan denk ik dat het wel goed is om ook even te kijken naar maar wat, waar, waar zijn we dan nu? En in het boek hebben jullie een hele mooie vergelijking, namelijk met een natuurlijk proces in Yellowstone Park. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ja ik, ik kan een poging dit. Ja, waar, waar de analogie in Yellowstone over gaat, dat gaat over het menselijk ingrijpen in complexe systemen. En een economie is daar een heel goed voorbeeld van, van een complex systeem. En er zijn onwijs veel actoren die met elkaar samen um, uh, een geld gebruiken. Uh, en het idee dat je dat van, van, vanuit de centrale partij kunt beïnvloeden, um, is eigenlijk in, de, uh, in, in de, de jaren 40, 50 ontstaan. Um, en wij gebruiken een voorbeeld om eens uit te leggen uh, waarom menselijk ingrijpen in een complex systeem soms uh, uitwerking kunt, uh, uh, kan hebben, uh, die je liever niet zou hebben. Nou, en een uh, voorbeeld in Yellowstone, daar gaat het over een groot bos, volgens mij. Een groot ja. natuurgebied. Ja, Yellowstone is het eerste nationale park in de Verenigde Staten. En enorm ook, hè. Dit is echt... Gigantisch. Is uh, ja. Het is niet zoals de Utrechtse Heuvelrug of zo, hè, <laughs> dat je een bos hebt van 4 bij 10 kilometer. Maar dat is echt... Hè, en en uh, waar zo nu en dan is een bosbrand ontstaat. Uh, en het idee was van joh, als we dat nou vroeg in de kiem smoren, dan hebben we minder schade in dat uh, park. En dat, ja, dat park vinden we waardevol, dus we willen graag behouden. Uh, dus we gaan dat zo snel mogelijk blussen. Uh, en iedere keer als zo'n bosbrand ontstaat, blussen en dan behouden we dat park. En het paradoxale daarvan is dat door dat te doen, dat er juist heel veel brandbaar materiaal zich opstapelt. Uh, en het, het het probleem daarvan is, is als er dan een keer genoeg brandbaar materiaal ligt en dan slaat de bliksem in, dat er dan in één keer een inferno ontstaat met veel grotere schade nog dan als je de bosbrandjes die in de tussentijd ontstaan zouden zijn gewoon hun werk had laten doen. En eigenlijk had, de, heeft de natuur een, een, heeft manieren in zich, en dat zie je ook buiten bossen, zie je ook in het menselijk lichaam, om... Via crisisjes weer sterker te worden. In ieder geval zichzelf gezond te houden. Die, die bosbranden, grappig genoeg, later ontdekten we dat die bosbranden ook nodig waren voor bepaalde soorten in het bos, überhaupt om te kunnen floreren. En dat is allemaal onderdeel eigenlijk van het ecosysteem, van, de, van de manieren van het ecosysteem om zichzelf gezond te houden. Ja, en door menselijk ingrijpen wordt dat worden die methodes om gezond te blijven, eigenlijk weggenomen. Um, en dat bereikt eigenlijk altijd een kantelpunt. Dat, dat um, het weghalen van die, uh, van die mechanismen, dat, woord, uh, dat bouwt zich op tot een soort climax. Je zou kunnen zeggen een crisis. Um, ja, en dan via het woord crisis kunnen we de brug slaan naar de economie, denk ik. Uh, dat we uh, als bestuurders of als overheid of centrale bankiers, uh, geef het een, een naam... Haven gedacht, um, we gaan ervoor zorgen dat economische malaise iets van een verleden tijd is. En dus we zorgen ervoor dat die bosbrandjes die pijn doen, dat we die zo snel mogelijk blussen. Nou ja, en je ziet door de geschiedenis heen dat we um, van, eigenlijk van crisis naar crisis hebben geleefd en dat monetaire systemen, financiële bestel, elkaar opvolgen via zo'n crisis. Ja, en. Um, dat is iets denk ik waar uh, uh, wat er in Yellowstone is. Hè? De, de analogie met Yellowstone dat geeft daar een, um, een wat uh, concreter beeld bij. Hè? Hoe dat van um, hoe menselijk ingrijpen ook een economie, het, de, het functioneren van de economie in de weg zou kunnen zitten. Natuurlijk is, ik denk ik, een economie nog een stukje complexer uh, dan, het, um, uh, dan dat je met zo'n analogie kunt weergeven, maar ik denk wel dat het het juiste... Uh, uh, het juiste beeld schetst. Ja, waar het om gaat bij com com uh, complexiteit en complexe systemen... is dat de, de prikkels, dat ze, die zijn de stress, dat, ze, dat is informatie. Dat vertelt iets over wat de verschillende individuele actoren in zo'n systeem kunnen verwachten. Mm -hmm. en want in een complex systeem is er heel veel wat je waarneemt, wat niet op zichzelf bestaat, maar emergent is aan de interacties tussen de, tussen de actoren. Dus mensen, bedrijven, huishoudens die, die in, een, even in een economie... Hè, die, 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 die handelen, die doen dingen en, daar, en daaruit vloeit voort... een indicator als werkloosheid of inflatie of groei. Dat is, dat, die groei die, die bestaat niet onafhankelijk van... Die Al die besluitvorming ja. door die miljarden consumenten die allemaal Precies. voor zichzelf besluiten die. om iets wel te doen of niet te doen. Klopt. Ja, en, en je, kunt, je kunt dat wel meten. Alleen het is natuurlijk altijd. De, 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 wat er in het echt gebeurt, is veel complexer dan wat eens zo'n getal weergeeft. Hè. En door um, bepaalde informatie, bepaalde stress weg te halen. Ja, dus, dus bijvoorbeeld te voorkomen dat bedrijven failliet gaan... en te voorkomen dat mensen werkloos worden en een nieuwe baan moeten zoeken. Dat, dat type stress haal je weg. Daarmee haal je ook informatie weg uit de markt. Informatie over wat wel en niet werkt. Um, uh, welke, uh, of er vraag is naar een bepaalde... Um, uh, hoe zeg je dat? Of baan, baan of product of ja. uh, waardigheid of vakmanschap. Ja. Dat haal je allemaal weg. Hè? En, en, en dus... Um, ontstaat er een steeds groter gat tussen wat er in werkelijkheid is en hoe het, hoe het nu gemanaged wordt. En dat is eigenlijk brandhout wat zich opstapelt. Tot op een gegeven moment dat gat zo ontzettend groot is, ja, dat je dat alleen nog maar met een grote um, ja, brand of een grote hervorming of crisis uh, kunt, ja. zich kunt laten fixen. En je ziet eigenlijk dan ook steeds grotere branden, die door steeds grotere. Nou, eerst blus je een brand. Je komt met één brandweerauto aanrijden, je blust dat brandje. Inmiddels vliegen nou, er vliegtuigen over die massaal uh, proberen om nou ja. die steeds groter wordende branden. Ja, de, te ja, de branden, dus de dus branden zijn nog steeds klein. De branden zijn nog steeds klein. Alleen je ziet, ze zien zelf ook ligt zoveel brandhout dat we meteen moeten blussen. Dus dan krijg je een coronacrisis. En wat er gebeurt is dat er bij de eerste, de beste, beste vonkje, worden er complete zwembaden overheen gekieperd om te voorkomen dat het escaleert. Ja. En dat ziet er dan in Nederland uit. Een NOW-regeling waar dan tientallen miljarden eh, in gaat. En in Amerika wordt er gewoon voor een paar duizend miljard aan checks naar iedereen toegestuurd. En dat is net even een andere aanpak. Maar het is wel een aanpak van, we, we, we kunnen, het is, het is uitgesloten dat we dit laten escaleren. Maar je zou wel kunnen zeggen dat er... Dat er nu op veel plekken in het bos tegelijkertijd beginnende brandjes zijn. En dat het dus ook steeds lastiger wordt om met de middelen die je hebt alles nog te beheersen. En die analogie is één op één door te trekken naar wat centraalbankiers zeggen. Het is, het, het is voor ons haast onmogelijk om de economie nog te beteugelen. Om nog te besturen. De knoppen die wij hebben die zijn eigenlijk bot geworden. De gereedschapskist is leeg. Het zijn uitspraken die je hoort. Um, ...van Europese centrale bankiers... ...maar ook vanuit de VS. En, en hoe kunnen we nog... Uh, ...de economie op de rit houden? En dat is, dat is een concrete vraag die zij hebben. En ja, die geven eigenlijk aan... ...wij zitten klem. De bal ligt eigenlijk bij de politiek. de politiek. Zijn ze al in 2012... Hè? ...van weet je, we ja. kunnen... We is dus nu een crisis achter de rug... Um, wat er nu moet gebeuren is dat jullie de, de economie gaan hervormen, zij het tegen politici, en wij kunnen alleen nog tijd kopen door liquiditeit te verstrekken in de ja. zin van quantitative easing en dergelijke. Maar nou, dat is nooit gebeurd. Daar wordt dan nu op gereflecteerd. Van, ja, je hebt het toen gezegd, tien jaar geleden, er is niks gebeurd. Er is niks structureel veranderd aan de economie. Ja, natuurlijk zijn de, zijn de balansverhoudingen iets beter geworden en de buffers zijn iets beter en we hebben net ietsje strengere regels, maar in essentie is er niks veranderd. Ja, en, en dus wordt het, uh, worden binnen het, de mogelijkheden die centrale bankiers hebben, binnen dat mandaat, ja, de registers ver opengetrokken. En er wordt gekeken naar nou, hoe kunnen we dat mandaat zo oprekken dat we die economie gewoon um, overeind kunnen houden. The kicking the can down the road, Hoe kunnen we die, die, die kan nog een schop geven. Uh, maar er komt natuurlijk ergens een punt uh, ja, dat er iets structureels veranderen moet. Uh, dat we. Um, ja, dat, we, dat we op een manier moeten hervormen. En dat heeft te maken met hoe de. Um, heeft niet alleen te maken met. Um, de schuldenberg die is gecreëerd. En hoe. Um, uh, hoe we. Anno 2021 met geld omgaan. En, en de geschiedenis die eraan te grondslag ligt. Maar ook met. Uh, dat, de, dat de wereld. zo verbonden is geraakt. En zo. Uh, zeg maar dat, dat handel zo globaal is geworden. Dat interactie zo globaal is geworden. En het geld dat we nu hebben past daar eigenlijk helemaal niet zo goed bij. Dus aan meerdere kanten begint dat ja, te wringen, zeg maar, mm -hmm. hoe we dat geld nu gebruiken mm -hmm. um, uh, en wat er eigenlijk nodig is. Het ja. ja, nadeel van zo'n metafoor is dat het vaak ook een beetje vaag blijft. Dus laten we hem ja. iets concreter maken. Ja, dus sinds 1970, toen was de rente hoog, hebben ze bij elke keer dat er een crisis was, die rente een stuk verlaagd. Ja. En als de crisis voorbij was, was de rente minder ver ver verhoogd dan, waar die daarvoor, dan dat dit verlaagd was. En je ziet elke keer, die rente gaat omlaag en iets omhoog. Maar het is elke keer gaat het dichter naar de nul toe, totdat ze bij 0% rente waren. Nou ja, dan kan je niet meer omlaag. Hè? Want je, als je ver onder nul gaat, dan, dan leggen mensen contant geld in de kluis. Wat ze in Zwitserland daadwerkelijk op een gegeven moment gedaan hebben. En nog steeds. Honderd, honderden miljarden gewoon aan ja. pallets, bankbiljetten. Ja. Weet je wel, want min 0,6% is toch serieus als je het over dat soort bedragen hebt. Dus ze kunnen niet naar min 5% of naar min 10%. Nou ja, dus zeg maar een soort van schaduwnegatieve rente is dan quantitative easing, en dat, dat is dan gestart en dan nooit meer helemaal afgebouwd, hè. of dan gaat het, wordt even iets minder en dan wordt het nog meer. Ja, nu yield curve control erbij, dus niet alleen maar het korte eind van de beleidsrente, maar dus ook de, de tienjaarsrente omlaag duwen. Dus allerlei instrumenten komen elke keer komen erbij, komen erbij, komen erbij. En daar zit men nu een beetje klem, hè, dat ze zeggen vanuit de rente kan eigenlijk niet meer omlaag. Maar hè, en, 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 en als we hem laag, hoe langer we hem laag houden, hoe meer onevenwichtigheden zich opbouwen. Dat is wat de DNB dan zegt. En Daarmee bedoelen ze bijvoorbeeld um, dat de huizen heel duur worden, dat aandelen heel duur worden, dat, um, dat mensen kloof tussen rijk en arm. Ja, nou, dat, dat is een, eigenlijk een gevolg. Maar zeg van dat mensen gaan op een, in een zoektocht naar rendement, gaan ja. ze steeds meer risico nemen, speculeren, zoals dus inderdaad speculeren, eigen aandelen inkopen. Um, obligaties uh, he, richting junkbonds. Steeds lagere kwaliteit obligaties om rendement te vinden. Dat gaan doen ook pensioenfondsen. Dus dat is als je de rente laag houdt... en als je hem nu verhoogt, de rente... dan krijg je, wat, dan zeggen ze netjes... een schoksgewijze aanpassing van de assetprijzen. Met andere woorden, een crash van de huizenmarkt en de aandelen. En dat moeten we ook niet hebben. Dus we kunnen eigenlijk geen kant meer op. Dus dat is het monetair beleid ja. waar men klem zit. Om dat even heel concreet te maken. En effecten die je in Nederland ziet... En dan komen we bij waarom het geld stuk is voor mensen, is um, sparen loont niet meer. En wel grappig, vorige week of twee weken geleden kwamen kwam de inflatiecijfers in de Verenigde Staten, die werden gepubliceerd over oktober, 6,2% inflatie. Mm -hmm. En er stond erbij, Bloomberg-kop, um, het hoogste sinds 1990. Dus ik even kijken, en inderdaad, in 1990 ook 6,2% inflatie. De spaarrente toen was 8,2%, spaarrente nu nul. En dus het verschil tussen de inflatie toen en nu is op papier is het hetzelfde, maar de praktijk is totaal anders. Het effect op je spaargeld is totaal anders, fundamenteel anders. En dus dat, dat merken mensen: sparen loont niet. Ga als jongeren nog maar een keer een huis proberen te kopen. Die huizen worden 15% duurder elk jaar, maar je salaris groeit niet 15%. Weet je, dus um, dat is in Nederland wat je merkt. Ga je buiten Nederland kijken. Ziet het plaatje er al heel anders uit. Dan heb je ditzelfde dus soort hè, verschijningsvorm. Hè, maar er komen allemaal dingen bij. Namelijk dat betalen uh, uh, best moeilijk is. In Nederland hebben we een fantastisch betaalsysteem. Maar ga maar verderop in Europa van de ene naar de andere bank overmaken. Je bent een paar dagen aan het wachten. En je betaalt 3% transactiekosten. In Amerika is dat nog erger. En dan ga dan buiten onze fantastische bubbel kijken. Dan zijn er gewoon miljarden mensen die leven onder een dictator met 20%, 50% inflatie, met financiële surveillance, met censuur en, en uitsluiting als je de verkeerde mening hebt, word je gewoon bankrekening afgesloten. Voor die mensen is het geld echt stuk. Ja, dus dat is eigenlijk ook hoe we in het boek um, ja, een beetje steeds meer even iets meer afstand nemen en dan naar de wereld kijken en zeggen, ja, het geld dat we nu hebben, het geldsysteem, dat, 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 dat voldoet voor de helft van de wereldbevolking überhaupt niet. Ik bedoel, El Salvador hebben ze nu uh, bitcoin als uh, wettig betaalmiddel geïntroduceerd. Ja, daar kun je van alles over zeggen, maar wat je wel kunt constateren is 70% van de mensen had geen toegang tot het financiële systeem daar. Had geen bankrekening. Hè, dat is wel uh, een soort van uh, symbolisch voor een hele hoop landen. Hè, dus het, het huidige systeem voldoet voor hun niet en als je dan ietsjes dichterbij komt, zelfs in Nederland rammelt het. Nou, dan heb je de banken, de commerciële banken, die onder druk staan. Hun verdienmodel staat onder druk. He, want um, he, aan, aan het verschil tussen de rente he, kunnen ze weinig meer verdienen. Um, ze, ze vroeg verdienden ze nog geld aan alle verzekeringsproducten die ze verkochten, maar ook niet meer. Um, ze hebben concurrentie van techbedrijven. Ze hebben concurrentie van de centrale bank, die gaat zelf digitaal geld maken. Ze moeten steeds meer uh, geld uitgeven aan al die uh, witwascontroles en zo, weet je, en boetes. Dus die hebben het lastig. Nou, en dan heb je nog dat wat Peter net al zei, hè, van dat ons geld eigenlijk niet zo goed geschikt is voor een digitale wereldwijde toekomst. Nou, dat is de context waarin we zeggen. Oké, okay, we als wereld gaan in de komende tien jaar op een andere manier kijken naar geld. Ja, en dan merk je dus ook dat geld als thema zo ontzettend divers is. Dus het gaat over monetair beleid, het gaat over het geld zelf en de eigenschappen die het heeft, het gaat over politiek. Het gaat over uh, cultuur en en bestuur, wereldmachten die veranderen. Het, het gaat over machtsverhoudingen Ja, en dus is natuurlijk ook de eerlijke uh, observatie. En er gaat iets als Bitcoin gaat niet alles oplossen. Uh, vermogensongelijkheid, ik noem maar iets. Nou, dat is niet niet een kwestie van het introduceren van een nieuws, nieuw soort geld. Dat is een heel ander soort vraagstuk. En dat is ook iets wat we beschrijven. Uh, um, de, 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 het geldsysteem is op een aantal manieren stuk, en, en misschien kan Bitcoin voor een deel een oplossing zijn. Ja, onderdeel zijn ja, van. Ja. Ja, ja, precies. Ja, en, en zeg maar dat, dat monetaire stuk, wat Bert net beschreef, um, ik denk dat we uh, de start, want eigenlijk beschrijft Bert een, een, een langere periode van. Um, Steeds meer rubberen tegels, waarmee we proberen uh, de crisis op te vangen door er een rubberen tegel onder te leggen en, en het effect ervan te dempen. Ja, en dat begint uh, in 1944 met Bretton Woods. Daar zou je inderdaad zou kunnen zeggen van da daar, de oorsprong van het geldsysteem dat we nu hanteren, ligt daar. En er kwamen daar honderden, ja, misschien duizenden, inclusief alle staf en zo mensen bij elkaar om te hebben over, joh, we, moeten, uh, we hebben een reset nodig van ons geldsysteem. Um, en en voor, voordat iedereen bij elkaar kwam was er natuurlijk al lang onderling gesproken en dat de VS daar met, met de dollar um, als bovenliggende partij uit zou komen was eigenlijk al, uh, voorafgaand aan die bijeenkomst al bekend en zo is het ook gelopen. Um, goud was nog wel in het spel toen de tijd de dollar zou gewisseld kunnen worden naar, naar goud en andersom, maar alle andere uh, valuta die zouden alleen tegen de dollar inwisselbaar zijn en niet meer tegen goud. Um, en dat is een, een tijdje zo gegaan tot in 1971 Nixon besloot, joh, we laten die goudstandaard los. Want ze zagen hun eigen goudreserve zo, zodanig slinken dat ze wel op de rem moesten trappen. Uh, en toen is er ontkoppeld. Um, en ja, eigenlijk wat je sinds die periode ziet en waarom dat is gebeurd, dat is nog een andere vraag. Maar je ziet dat er telkens voor is gekozen van hey, als dat complexe systeem, is um, aan een stukje sta, um, stabilisatie of opschoning, net zoals die, uh, die bosbrandjes, uh, proberen we dat te ondervangen. Uh, en je zou kunnen zeggen, misschien wel met, met hele goede intenties. Uh, want laten we wel wezen, zo'n bosbrandje, ja, dat is vervelend voor het bos, maar een bosbrandje in de economie, dat raakt iedereen in zijn portemonnee. Uh, dat doet pijn. Uh, je, je, je kunt zeggen, van, het is. Stom dat dat, dat soort uh, gebeurtenissen niet gewoon uh, de revue passeren. Aan de andere kant is dat er al decennia lang dus uh, uh, mensen zijn beschermd tegen de impact van zo'n crisis. Ja, en daar, daar, want in het boek hebben jullie het ook over Paul Volcker, de ja. toenmalig uh, vetpresident, die uiteindelijk uh, het advies heeft gegeven, die goudstandaard, die we moeten dat loskoppelen van de dollar. In 2015, beschrijven jullie ook in het boek, um, geeft hij wel toe in een interview dat hij uh, achter, nog steeds achter dat besluit staat, misschien wel omdat jij hebt beschrijft, Peter. Um, maar wel teleurgesteld is in de besluitvorming daarna. En uh, ja, en die besluitvorming daarna is natuurlijk inderdaad elk brandje, wat, elke vonk wordt direct geblust, waardoor er geen mogelijkheid meer is voor het systeem om zichzelf te corrigeren, zichzelf te verschonen van uh, nou ja, de mogelijke fouten die er optreden. Het gaat om het hele systeem, hè? dus dat denkt het terecht dat je dat um, aanstipt. Um, het gaat hier, als we het hebben over het geldsysteem, dan gaat het over, over het wereldwijde systeem, wat in 1944 gestart is, hè, op basis van de dollar. Toen met stip de machtigste natie, hè, de Verenigde Staten, uh, uh, militair en economisch. Dus er was ook eigenlijk geen twijfel over wie moet, dat nou, wie moet het stokje van de Britse pond overnemen, hè? want dat was daarvoor uh, de wereldreserve munt. En dat werd de dollar. En dat systeem. Is daar, ...is daar ontworpen en eigenlijk alle e grote economieën in de wereld... ...die zijn op een of andere manier daaraan gekoppeld. Ja, dus de handel wereldwijd vond voornamelijk voor het overgrote gedeelte plaats in dollars. Ja, en er um, zijn dus best wel wat mensen die ook tegen ons zeggen... ...joh maar het geld, ik bedoel in Nederland gaat toch allemaal best prima... ...maar Nederland is onder de euro... Die bestaat in de, in de context van, dat, van dat dit systeem waar je het over hebt. Wat in 1971 hè, die loskoppeling plaatsvond. De, 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 dat is één systeem. Je kunt, dat niet, je kunt niet de Nederlandse of de Duitse of de Deense of de Noorse economie loszien van dat, van dat geheel. En dat is denk ik belangrijk om in het achterhoofd te houden. Als je ook, ook oordeelt, hè, want in Nederland ze, willen we nog wel eens tegen elkaar zeggen: joh, ja, het valt hier toch allemaal nog wel mee. Wat ik dan toch nog heel even de revue wil laten passeren, is natuurlijk. Eigenlijk vrij kort na de introductie het verloop van de aan dat systeem gekoppelde euro-valuta die we in Europa gebruiken. Bertje had het net ook op een hele mooie manier over uh, dat wij in een soort bubbel zitten. Maar zelfs binnen die bubbel kijkend, kun je toch wel spreken van de euro als een valuta die in, in 20 jaar tijd. Uh, Ontzettend onder druk is komen te staan. In welke vorm zie je hem onder druk staan? Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar de koopkracht van de euro. En, en dus ook de noodzaak van centrale banken om constant in te grijpen in uh, die valuta, in die Eurovaluta. om maar zijn, het bestaan ervan uh, uh, voor te laten duren. Ja, kun je, kunnen jullie daar ook op reflecteren? misschien in de bredere context van dat systeem. Ja. Geboren in 1944. Ja, ik denk dat dat namelijk belangrijk is om te doen. Hè? Dus ik denk dat je de euro niet kunt beoordelen zonder naar dat grote systeem te kijken. Hè? Je ziet vaak dat um, monetaire systemen, die hebben een bepaalde levensduur, bepaalde life cycle. En de euro is gestart, zeg maar, even dat we hem daadwerkelijk invoerden hè? in 2001. Dat was um, ja, dus 30 jaar na 1971 en... Uh, uh, bijna 60 jaar na 1944, dat is eigenlijk het laatste stuk, zou je kunnen zeggen, van, van het dollarsysteem, waar al heel veel was gebeurd, hè. dus die stapte eigenlijk in een soort laatste fase in van, uh, van, hè, van de levenscyclus van zo'n systeem. En moet het daarmee doen. Dus op zichzelf, um, hè, als, als die euro 40 jaar eerder was geweest, had dat er ook misschien heel anders uitgezien. Dat is één. En het tweede is dat je um, nou ja een groot aantal landen die van elkaar verschillen in één muntunie duwt zonder daar een politieke unie van te maken en dat levert natuurlijk allerlei spannende dingen op de verschillen tussen die landen die worden ineens zichtbaar de verschillen tussen de economieën tussen de culturen en tegelijkertijd zie je ook wel dat er bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld in Italië dat er nu ook echt wel hervormd wordt en dus, er, dus, dus er zijn ook wel dingen die, hè, waardoor dingen de verschillende economieën naar elkaar toe bewegen. Dus je kunt ook niet alleen maar zeggen dat, iets, dat het kansloos was en dat, je dat, dat het nu zichtbaar wordt. Het is best wel een genuanceerd vraagstuk. Maar als je verder uitzoomt, ja, dan kan je die euro eigenlijk niet loszien van de dollar. En het systeem in zijn geheel, waar, waar eigenlijk alle wereldmunten onderdeel van zijn, um, ja, dat loopt wel op zijn laatste benen. En dan moet je niet denken dat het volgend jaar klaar is. Hè? Zo n, zo n, Um, overgang naar een nieuw systeem dat kan gerust decennia duren. Het Britse pond, um, dat, dat uh, zeg maar de wereldreservemunt was in de hele of een stuk van de 19e eeuw, in de Eerste Wereldoorlog verloor dat zijn koppeling met goud. En dat, na de Eerste Wereldoorlog, in het interbellum, werd dat weer geprobeerd te herstellen. En pas in 1944 was, eigenlijk de, was de overgang van de ene naar de andere systeem pas. Afgerond met het oprichten van het Bretton Woods systeem. Dus dat is eigenlijk een periode van, van 30 jaar hè, waarin uh, um, zo'n systeem hervormd wordt en een nieuw systeem het oude vervangt. Dus dat, dat is niet een kwestie van, nou ja, laten we morgen even met alle landen van het IMF bij elkaar komen en dan verzinnen we even wat nieuws. Nee, dat is een hele overgangsperiode. En, en, en zo denk ik dat we daarna moeten kijken. Dat we nu in een tijd leven waarin verschillende lijntjes bij elkaar komen. He, dus een lijntje waarin je zegt van nou, het ge de geldsystemen die we nu hebben, die zijn heel lokaal, heel fysiek georiënteerd. Terwijl we eigenlijk behoefte hebben aan een globaal digitaal geld. Um, en um, de, de machtsverhoudingen in de wereld zijn veranderd. Hè, waarbij Amerika echt de grootste macht was. Zie je nu dat de economie van China bijvoorbeeld, die tien jaar geleden nog een fractie van de Amerikaanse was, is nu 70% van de Amerikaanse economie. En over een paar jaar haalt hij het in. Dus de, de machtsverhoudingen, de, de, de verhoudingen tussen economieën zijn verschoven, zijn veranderd. Um, uh, he, dus, dus de wereld is een andere dan, dan, dan 70 jaar geleden. Dus die komen allemaal bij elkaar. Nou, het monetair beleid is een beetje uitgeput. Dus we zitten met allerlei redenen om met elkaar een nieuw um, geldsysteem te, 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 te bouwen en te, en, en te ontwerpen. Ja, nou, en dan denk ik dat dat een hele mooie brug is naar nou, waar jullie ook over schrijven: Bitcoin. Want anders dan afhankelijk zijn dus van al die um, ook uiteindelijk door mensen uh, genomen besluiten... worden door Bitcoin en de introductie van blockchain technologie... worden die uitgeschakeld en vertrouwen we op cryptografie en uh, wiskunde. Ja. En dan, ja, dan komen we uiteindelijk bij de problemen die we zien... en waarom Bitcoin eventueel een oplossing zou kunnen zijn... Peter, zoals jij ook zei, niet voor alles, maar wel voor een aantal van die problemen. Als we dan een klein sprongetje doen naar mogelijk de toekomst, in hoeverre denken jullie dan, of nou, misschien kun je refereren aan het boek, dat Bitcoin die oplossing kan bieden? En natuurlijk nog veel belangrijker de vraag waarom? Zal ik eens beginnen bij wat Bitcoin eigenlijk is? Misschien wel een nou, hele. Een sowieso hele... goed om toch even Bitcoin weer opnieuw te ja, introduceren. Ja, en dan, maar de ga, ga niet. Ik bedoel, de details. Die, de meeste mensen zullen dat wel weten: dat een munt is en een geldsysteem. En weet je. Nou ja, sowieso. Nou, okay, laat ik even hiermee beginnen. Um, je kunt niet in één zin vertellen wat Bitcoin is. Uh, eigenlijk is het is zoiets zo iets nieuws. Het is zoiets fundamenteel nieuws. Dat je het eigenlijk alleen maar nu kunt begrijpen door. Er van heel veel verschillende kanten naar te kijken. En dan krijg je een volledig beeld. Even het bruggetje weer met het internet in de jaren 90. Toen, wisten we, toen begrepen we ook eigenlijk niet precies wat het was. Toen zag je dat mensen allemaal metaforen verzonnen. Digitale snelweg en zo. En, en online, een en, en virtuele winkelstraat. Ja, weet je, de, alleen maar om een, om een soort van grip te krijgen op dat nieuwe. En, een, en wat kan het nou betekenen? Is het een encyclopedie? Is het een communicatiemiddel? Is het een medium? Is het een platform? Is het een computernetwerk? En het antwoord is: het was het allemaal. En zo is Bitcoin ook: het is geld, het is een geldsysteem, het is een peer-to-peer -peer netwerk, het is een protocol, het is. Een asset class, het is van alles en nog wat. Het zijn eigenlijk verschillende manieren om naar hetzelfde verschijnsel te kijken. Nou, dan is de vraag: wat is nou de essentie van wat Bitcoin aan nieuws heeft gebracht? En daarom is het wel leuk eh, om, om even de brug te maken naar goud. Want het aardige van goud is dat het op zichzelf staat. We hebben met elkaar een hele wereld, um, uh, is op elke plek is, is er eenzelfde um, uh, concept. Goud is. Nou ja, de materie met atoomnummer 79, geloof ik, dat is goud. Klaar. En dat is niet afhankelijk van, van, van een bank of van een overheid of van een. Bedrijf, goud is gewoon goud. Het bestaat op zich, als je goud in je bezit hebt, dan, dan heb je het in bezit tot iemand het afpakt of dat je het aan iemand geeft. Dat is, dat is een hele mooie eigenschap. En we zijn in de loop van de jaren, het heeft ook allerlei nadelen. Goud, bijvoorbeeld dat je het heel moeilijk van A naar B kunt verzenden. Dat moet fysiek, moet dat daarheen gaan. Het is moeilijk op te delen, want ja, munt, weet je. Dus we hebben in de loop der tijd daar allemaal trucs voor bedacht. We begon met bankbiljetten. Handig, weet je. Daar kun je makkelijk, weinig ruimte in. Dan kun je willekeurig bedrag opschrijven en zo. Op een gegeven moment hebben we geld gedigitaliseerd. Even, even voor het beeld: hè. als je een brief schrijft, dat is fysiek. Als je hem inscant, dan is het gedigitaliseerd. En digitaal, dat is een Word-document. Er zijn dus drie verschillende categorieën. Zo hebben wij geld, hè, dat, dat oorspronkelijk was geld gewoon iets aantoonder, iets wat je vasthoudt, of het nou een schelpje of een kraaltje of een zilver of een gouden munt was. Dat hebben we op een gegeven moment gedigitaliseerd via papiertjes, uiteindelijk naar cijfertjes in een computersysteem. Dat is wat we nu giraal geld noemen, maar dat is gedigitaliseerd. Digitaal geld, dat is dus geld wat op zichzelf staat, maar dan digitaal. En hoe doe je dat? Dat is namelijk lastig, dat is niet evident hoe je dat oplost. Dat proberen we al decennia lang op te lossen. Al sinds de jaren zeventig staat deze vraag, wordt er over gesproken in de, in de computerwetenschappen. Want iets digitaals kun je niet zomaar aan iemand geven, want als je dat doet, dan heb je het zelf ook nog. Dat is een probleem. Dit is fantastisch voor foto's, fantastisch voor documentjes. Als ik jou een foto stuur, heb ik hem ook en ze zijn identiek aan elkaar. Maar van wie is die dan? Dus digitaal geld, digitaal eigendom aan iemand overdragen, dat konden we tot nu toe alleen maar door dat ergens bij te houden. Door, door iemand te vragen: wil jij bijhouden wat van wie is? En dat zetten ze dan in een spreadsheet of in een register. En dat kan een bank doen, een notaris, een land, een techbedrijf. Die vragen we: joh, wil jij bijhouden welke digitale bezitting van wie is? Dat kan zijn digitaal geld bij de Rabobank in de database, dat kan zijn. Een um, domeinnaam of een profiel bij Facebook in de, in de database. Maar dat is de, de manier waarop we dat oplosten. En nou willen we eigenlijk naar digitaal geld, wat net zoals goud eigenlijk op zichzelf staat. En dat is in essentie de uitzending van Bitcoin. Dat is de allereerste keer in de geschiedenis dat er een digitale bezitting kan worden overgedragen aan iemand anders. zonder dat een centrale partij dat bijhoudt. Nou, ik denk dat dit heel belangrijk is om je te beseffen dat dit als je het helemaal plat zou slaan is dit wat bitcoin uniek maakt en bitcoin is eigenlijk het, het enige asset waarvan ik het weet heb in ieder geval in de digitale in de digitale wereld ter wereld zou je kunnen zeggen waar dit voor geld en waar alles zo gedecentraliseerd is want die term hoor je regelmatig hè, en dat is wat ermee bedoeld wordt door te decentraliseren, zorg je ervoor dat er niet op, op geen enkel punt, of nou gaat het gaat om het netwerk of het geld of de hardware of de mensen die erbij betrokken zijn, op geen enkel punt heeft één partij de macht. De macht om de uitzondering te maken. En dus de, de, de soevereiniteit ligt bij het individu. En dat is ook wat um, Bitcoin anders maakt dan alle andere assets, crypto -assets. in de cryptomarkt. En, en, en dat is ook waarom het eigenlijk als enige geschikt is um, voor um, het verankeren van digitale eigendommen. En want als je um, iets zou willen maken waarbij er wel een, een, een partij is die het voor het zeggen heeft, ja, dan zou ik iets heel anders doen dan Bitcoin. Namelijk um, een centrale bank of een register hè, of een andere manier dat efficiënter is um, dan hoe Bitcoin's administratie werkt. Want we krijgen voor de inefficiëntie iets terug. Namelijk een waardeplatform, een internet van waarde zou je kunnen zeggen. Met dus ook geld. Dat van iedereen tegelijk is. Van niemand en van iedereen tegelijk. Zou dat wegvallen, valt ook de waarde van Bitcoin weg. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke notie is. En dat geeft bijvoorbeeld ook antwoord op de vraag: waarom zijn al die miners nodig? Bijvoorbeeld. Dat hoor je wel eens veel. Kan het niet op een andere manier? Ja, het kan op heel veel manieren. Um, maar iedere andere manier die we nu kennen, brengt centralisatie in. En dan neem je eigenlijk de waarde van de uitvinding van bitcoin in één keer weg. Ja, en die centralisatie, daar moet je dus aan denken. Dat bij het overgrote gedeelte van de crypto-assets is er een handjevol mensen. Dat um, de regels kan veranderen. Dat kan bepalen wie er wel en niet mag meedoen. Um, welke transactie wel niet doorgaat, wie er wordt voorgetrokken, wie er wordt buitengesloten. En dat zijn gewoon projectgroepjes of bedrijfjes die dat doen, soms 10, soms 5, soms 30 mensen. Maar in ieder geval, het heeft een adres, het heeft een plek, het heeft controle ergens centraal. En je ja. zou van Ethereum zou je kunnen zeggen dat dat ook de, de intentie heeft om gedecentraliseerd genoeg te raken om op de, dezelfde kwalificaties te krijgen, maar is daar hooguit naar op weg. En zeker omdat ze natuurlijk overgaan straks naar Proof of Stake, ik denk ik veel luisteraars dat wel hebben meegekregen. Dus dat betekent dat je niet meer die energie moet besteden om met elkaar de, 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 de nieuwe boekhouding samen te stellen, of de waarheid over wat is van wie, maar dat je dat doet op basis van kapitaal wat je inbrengt. Ja, en, en in, in theorie zou, hebben ze bedacht dat dit nu gaat werken, maar we moeten het eerst nog zien. Dus. dus um, uh, ja, dat is denk ik belangrijk om... Uh, ja, daarmee, is. Is... daarmee zou je dus eigenlijk denk ik kunnen stellen dat net als goud exact. al die duizenden jaren al doet. Ja. Jij bent de eigenaar van het goud omdat je het hebt. Dat ook bitcoin als een soort digitaal nou, eigendom, een digitaal asset, een digitaal element ja. misschien. Zo, zo zou je, ja, als je analogie naar goud maakt. Stel, er zou uh, een... Partij zijn die, be, die beslist, die kan beslissen hoeveel goud er in omloop is, of de eigenschappen van het, van het edelmetaal zou kunnen aanpassen en dat zou doen. En dan zou goud in één keer zijn waarde kunnen verliezen, want men zou het vertrouwen in goud als schaars asset en dus als oppotmiddel van waarde uh, verliezen. En datzelfde geldt voor, zou voor Bitcoin gelden. Uh, als er een partij is die iets kan zeggen over het protocol of over de eigenschappen van de munt. En bijvoorbeeld dat er, dat, er, dat er 42 miljoen kunnen bestaan, of dat er jaarlijks gewoon een paar miljoen extra bijkomen en dat wordt besloten, wordt opgelegd. Ja, dat, dat systeem kennen we. Dat is namelijk hoe nu ons geld werkt. En dat zou dus Bitcoin niet uniek maken. En dit is juist een alternatief op wat we nu hebben. Nou, en als we dan de, 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 de brug slaan naar wat zou Bitcoin dan in de toekomst voor rol kunnen spelen. En dan is denk ik dat die notie van dat er dus een heel ander soort geld is als optie om te gebruiken, misschien wel de allerbelangrijkste. Ja. Voor we die induiken, één gedachte nog hier, hierover delen. En dat is um, dat we, we hebben natuurlijk al heel lang digitale bezittingen. We hadden het net even over foto's en over, weet je wel, de ontwerpen, muziek is al heel lang digitaal, concertkaartjes zijn al heel lang digitaal. Dat is gewoon een QR-code. Alleen het zijn tot nu toe altijd dingen geweest waarvan we het ook niet zo'n enorme ramp vonden. Als die niet het eeuwige leven hadden. Weet je, als het concertkaartje maar bestaat tot het concert en daarna geloven we het wel, weet je zo. Het vraagstuk wat voor ons ligt is dat we digitale bezittingen willen. die over 10, 30, 100 jaar nog bestaan. En die we wereldwijd kunnen gebruiken. En het probleem van wereldwijd. Kijk, in een land, we het allemaal he, vaak wel met elkaar eens, kun je het wel met elkaar oplossen. Maar wereldwijd is altijd het probleem: wie mag dan die administratie bijhouden? Amerika vindt het niet fijn als China dat doet en andersom. De Russen en de Oekraïners zullen elkaar niet zomaar vertrouwen. En Israël en de Palestijnen, dat is ook altijd lastig. En je kunt op heel veel plekken in de wereld dat soort groepen vinden die elkaar nooit zullen vertrouwen met de administratie of met het eigenaarschap van zo'n register. En precies die twee dingen: dus hoe kan iets 100 jaar bestaan, iets digitaals, en hoe kun je iets wereldwijd hebben. Daarvoor heb je dus nodig dat digitaal geld of digitale eigendommen bestaan zonder tegenpartijen, zonder centrale partijen, zonder baas. Ja, waar de noodzaak tot vertrouwen weggenomen is. Dus het gaat dus niet meer over meer of minder vertrouwen nodig. Het, het, het aspect vertrouwen als onderdeel van het systeem is eigenlijk weggenomen. Net ja. met goud, natuurlijk, net zo: goud is er gewoon. En daar hoef je niemand voor te vertrouwen, daar kan niemand het over zeggen. Ja, dat geldt in zekere zin voor Bitcoin ook. En zo. Ja. En, en Zolang dat is, is Bitcoin een unieke optie als geld. Ja, nou nu is het leuk denk ik om die... Uh, ja, ja. Nou, voor, voordat we daaraan starten... ik wil toch nog heel graag ook voor onze kijkers... een van de belangrijkste uh, principes van Bitcoin... even kort de revue laten pa passeren. Dat is namelijk dat het een oplossing biedt... voor het zogenaamde Byzantijnse generaalsprobleem. Het, dat is een, een vrij... Um, Complex probleem, misschien ook om uit te leggen. En tegelijkertijd is het wel essentieel. Dus ik wil toch graag, en jullie hebben het er ook over in het boek, dus ik wil toch graag even een, een poging wagen om dat nou, zo eenvoudig mogelijk voor te leggen. Eén, waarom dat zo'n groot probleem is geweest in het verleden. En waarom bitcoin daar een oplossing voor biedt. Ja, nou ja, dit is wat ik net bedoelde, ik hield het een beetje abstract, hè, met um, dat we al decennia eigenlijk op zoek zijn naar, um, he, naar een manier om um, een, een grote groep consensus te laten bereiken over, um, uh, nou ja, ik noem het even de administratie, waarin staat wat van wie is. En het, het, het Byzantijnse generaalsprobleem dat stamt uit 1982. Dat was een paper, uh, volgens mij door een paar wetenschappers die toen bij Microsoft of, rondom daar werkten. Maar die, um, die beschreven dit vraagstuk toen al. Hè, van hoe kun je nou, um, en dat, dat is dan in de context van um, uh, de, dat je een computersysteem hebt waar een groot aantal. Um, ...sensoren input levert... ...waarvan het best zo kan zijn dat een aantal daarvan kapot is... ...of misschien zelfs... Um, uh, uh, zeg maar, gecorrumpeerd. ...gecorrumpeerd is, corrupt is. Dus door een, door een, door een uh, kwaadaardig uh, uh, speler wordt, wordt beïnvloed. En dat weet je niet. En hoe, kon je dan, hoe kan je dan toch zo'n computersysteem... ...consensus laten bereiken over wat we moeten? En het wordt bijvoorbeeld... ...en er zijn dus allerlei... Um, ...algoritmen bedacht, hè, dat zijn dan uh, Byzantine fault tolerant uh, algoritmes... ...en die worden gebruikt bijvoorbeeld in vliegtuigen of in kerncentrales. Daar komt er allemaal informatie vanuit allerlei plekken... ...en dat moet dan ja, worden bedacht van hoe gaan we daar conclusies uittrekken... ...zonder dat als er één ding stuk is het vliegtuig neerstort... ...of de kerncentrale ontploft, weet je wel. Dat zijn bepaalde systemen, die zijn bestand... Tegen kwaadaardige spelers, of tegen corruptie, of tegen fouten, of tegen een sensor die uitvalt of verkeerde informatie doorgeeft, enzovoort. Nou, en het achterliggende verhaal van die Byzantijnse generaals is dat het Byzantijnse leger een keer een stad wilde innemen. en ze, die, het, bestond dan, het leger, stond onder leiding van nou, X twintig generaals of zo, en die hadden ze helemaal rondom die stad hadden ze hun. Leger opgebouwd, en die generaals konden niet met elkaar communiceren rechtstreeks. Ze hadden geen WhatsApp-groepje, zeg maar. En dus ze moesten op een of andere manier moesten ze, um, zonder dat ze elkaar rechtstreeks konden spreken, consensus bereiken over gaan wij aanvallen of gaan we niet aanvallen. Ja, want de aanval zou alleen lukken als ze allemaal tegelijk. Precies, nou, dat zijn verschillende um, uh, versies van het verhaal hè? Maar of, of dat ze dat meer, meer dan de helft ging aanvallen. Maar in ieder geval moeten ze consensus bereiken. En dat ja. doen ze door boodschappers heen en weer te sturen. Maar die boodschappers die kunnen misschien nooit aankomen. Of die boodschappers die kunnen misschien zijn omgekocht door de vijand en iets verkeerds vertellen. Dus je kunt die boodschappers niet zomaar vertrouwen. En hoe krijgen die generaals nou consensus over? of ze gaan aanvallen, op welke tijd ze gaan aanvallen... of ze gaan terug... Te, weet je, nou, dat hangt er een beetje af van wie het vertelt, het verhaal. Mm -hmm. en, en wat voor soort algoritme kun je bedenken... Hè, strategie die die generaals moeten gebruiken... om tot een gezamenlijk besluit te komen. Ja. Nou, alle oplossingen voor dit probleem... tot aan Satoshi Nakamoto toe... die hadden altijd als voorwaarde... dat je weet wie de generaals zijn... en hoeveel het er zijn... En er zat altijd iets in van um, hiërarchie. Namelijk, in al die protocollen werd er één iemand als leider aangewezen. Tijdelijk misschien, hè, voor één afstemmingsronde, maar er was altijd een verschil tussen. Nou ja, en zo zijn er allerlei BFT-algoritmen al lang in gebruik. Hè, en dat werkt fantastisch in een vliegtuig en een kerncentrale, want daar is het niet erg mm -hmm. dat je weet hoeveel sensoren er zijn. En, en um, dat er één. De leiding heeft, weet je, dat is allemaal niet erg, dat is prima. Alleen voor een geldsysteem, wat open is, wat wereldwijd is, waar je niet mensen wil laten identificeren, omdat het, en dat, waar het om een, misschien wel honderdduizenden of miljoenen uh, deelnemers mee mogen doen, daar werken die protocollen niet. Nou, en dat is wat eigenlijk um, in technische zin de uitvinding is van Bitcoin. Hè. Dus dan maak je hem heel technisch. Dat is eigenlijk een oplossing voor het Byzantijnse generaalsprobleem. Namelijk. Dat noemen ze dan de Nakamoto-consensus. Dus dat is eigenlijk het vinden van consensus op basis van het gebruik van energie door miners. Proof of work. Ja. ja. Wat weer anders is dan proof of stake. En waarmee dus Bitcoin ook weer anders is. Significant en fundamenteel anders dan uh, ja, in klopt. ieder geval straks uh, Ethereum. Ja, de achterliggende gedachte was oorspronkelijk hè, van als je nou gewoon met elkaar gaat stemmen. Dus stel dat je honderdduizend mensen hebt en je laat iedereen stemmen. En als dan meer dan de helft eerlijk is, nou, dan kom je op, hè, op een eerlijke versie van de waarheid uit. Alleen het punt is, als je dat wil doen, dan moet je mensen identificeren. Want anders kan iemand gewoon zich voordoen als honderdduizend mensen. Alleen dat willen we niet. We willen niet identificeren. Dus dat was de eerste gedachte stap, zo staat in de white paper. Laten we dan één stem per IP-adres doen. Ja, het probleem van IP-adressen is dat je ze ook kunt spoeven, dat je er ook heel veel van kunt maken. Dat noemen ze een Sybil attack. Dus dat iemand zich voordoet als 100.000 IP-adressen. Dat werkt dus ook niet. En zo kwam uh, Satoshi terecht op one CPU, one vote. Dus één, <coughs> één stem per processor, zeg maar. Met andere ja. woorden, je stemrecht eigenlijk laten schalen met de rekenkracht die je inzet. En iets, het gebruik van iets onvervalsbaars, namelijk. Energie. Energie. Ja. Ja, dus daarmee wordt bitcoin eigenlijk verankerd aan iets schaars in de echte wereld. Je iets kunt fysiekse. niet ja. iets als energie, elektriciteit uit het niets maken. Je kunt niet als zeggen. Van, nou, ik, 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 ik ga even de meer dan de helft van alle elektriciteit die in het bitcoin netwerk gestoken wordt, um, creëren en dat gebruiken uh, om de meerderheid van alle uh, stemrecht te pakken. Je kunt het niet uh, de, cheaten, de, net de, zoals precies. dat je goud niet kunt cheaten. Dat proberen mensen natuurlijk ook al eeuwenlang, om de alchemisten, om goud na te maken. Dat kan niet. En dat kan dus ook niet met bitcoin. Je kunt ook niet die energie verzinnen of faken of zo. Ja. Ja. En, en dan wordt er inderdaad volop geëxperimenteerd met zo'n mechanisme. Wat Bert nu beschrijft is een consensusmechanisme, proof of work. En er zijn allerlei versies van proofs. Um, maar eigenlijk de enige die, zeg maar, die, die nu 13 jaar alle invloeden beproefd heeft... Is proof of work. En als het gaat om iets als geld, een neutraal geldsysteem, een neutraal netwerk voor digitale eigendom, is het natuurlijk extreem belang belangrijk ja. dat die eigenschap van neutraliteit en um, van dat alles decentraal georganiseerd is, is extreem belangrijk. Ja. Uh, wil je een wereldwijd netwerk hebben waar vertrouwen uitgehaald is, dat het niet nodig is, nou, dan moet je dus een heel betrouwbaar consensusmechanisme hanteren. En totdat er. Um, uh, tot het moment dat iets anders zich heeft bewezen... Hè, als consensusmechanisme... Dat, dus dat die eigenschappen bewaart en beschermt... Um, is Proof of Work daarin gewoon de, de leidende. Ja, ja, dus, uh, ja we, we moeten... Uh, want het is een ontzettend uh, goed gesprek... maar we moeten richting uh, toch een afronding... Uh, want ik wil niet te veel van jullie waardevolle tijd... ook uh, in beslag nemen. Um, als we nou... Kijken naar het boek, maar tegelijkertijd ook proberen te kijken naar het belang van Bitcoin nu, maar ook het belang van Bitcoin voor, voor ons. Uh, wat is dan de belangrijkste boodschap in het boek en wat zouden jullie dan ook aanraden? Want Bert, jij had het er net ook over dat, dat er ook respect moet worden opgebracht voor het niet weten. Dus we weten niet alles. Jullie gaven dat net allebei ook heel mooi aan door te, te zeggen: we kunnen niet bedenken wat dit naar de toekomst toe betekent. Ja. Maar wat zou dan jullie boodschap zijn voor ons? En wat is de belangrijkste boodschap in het boek? Ja, ik vind dat een hele mooie. Dat je respect hebt voor het niet weten. We weten domweg niet hoe de toekomst er over tien jaar uitziet. Laat staan over veertig jaar of honderd jaar. En wat we wel kunnen doen is redeneren over verschillende mogelijkheden. En dus we hebben het zelf wel eens over een soort spectrum van mogelijkheden. En als we dan even ook kijken naar bitcoin. Hè, dan, dan, er zijn mensen die zeggen, nou ja, over 30 jaar dan hebben we hyperbitcoinization. En dan gebruikt iedereen in de wereld bitcoin als, geld, als het enige overgebleven geldsysteem. Hè. Michael Saylor zegt dan, als een zwart gat zuigt bitcoin alles op en er blijft niks anders over. Nou, het is, klinkt allemaal heel mooi. Hè, maar, dus dat is, dat is Hyperbitcoin is Peter schiff altijd nog over. Hebben... En helemaal aan de andere kant heb je de optie dat over zoveel jaar dat Bitcoin niet meer bestaat. Dat het uiteindelijk mislukt is, gefaald is, dat het verboden is, whatever. Maar in ieder geval dat het geen onderdeel wordt van het wereldwijde geldsysteem. Dat zijn de twee uitersten en daartussen zit een heel spectrum van manieren waarop Bitcoin een rol zou kunnen spelen. Dus zo redeneren wij vaak over. Um, uh, he, hoe, hoe, hoe dat eruit zou kunnen zien. We weten het niet precies. Kijk, ons lijkt het meest plausibel dat centrale banken inderdaad met een digitale vorm van cash komen, he, digitaal centrale bankgeld. En dat die uh, een belangrijke rol gaat spelen in de verschillende um, uh, zeg maar monetaire gebieden, he, zoals de eurozone, zoals de Verenigde Staten, het dollargebied. En dat, dat, dat we. Um, uh, dat, de, de overheid wil daar gewoon zijn belasting in. Keert dus uitkeringen in uit, toeslagen. Dus Ambtenaren krijgen er salaris in. Dat is gewoon programmeerbaar geld. Daar kun je ook allerlei hele utopische en hele dystopische scenario's over uh, 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 bespreken. Ja. Um, um, het, en, en het zou heel mooi zijn als Bitcoin daarin bestaat. Dat is Bitcoin daarin als laten we zeggen open source geld... als onafhankelijk wereldwijd alternatief... naast die lokaal gerichte nationale munten... weliswaar digitaal en programmeerbaar... maar wel nog gekoppeld aan een, aan een, aan een um, gebied... Hè, waar ook een bepaalde politiek een rol in speelt... waar een bepaalde overheid, een staat... zijn regels heeft. En die staten die zullen verschillen. Um, en daarnaast als een soort van... Wereldwijd uh, uh, alternatief is daar ook bitcoin. Ja. Waarbij elk, elk, elke speler, dus elk mens, elk huishouden, elk bedrijf, elke institutie, elk land de optie heeft om, om waarde op te slaan in bitcoin, om bitcoin te gebruiken. Niet alleen als betaalmiddel of als uh, uh, protocol, maar ook als manier om waarde in op te slaan. En als een nationale munt fantastisch werkt, als betaalmiddel, als oppotmiddel, als het goed monetair beleid heeft, als het de privacy van de burgers respecteert, als het geen hele nare dwang of drang veroorzaakt, dan zullen burgers misschien zeggen, maar die nationale munt is best fijn. Maar als een overheid daarin te ver gaat, zullen mensen zeggen, die optie hebben ze namelijk, ik stap naar bitcoin. En dat zien we nu gebeuren. Hè? Dus in de landen waar het nationale geld nu echt stuk is, dan hoef je mensen niks uit te leggen, dan hoef je geen boek te schrijven. Mensen die hebben zelf wel door dat het heel handig is om bitcoin te gaan gebruiken. Ja. Dat zien ze, dat, ja. hè, dat hoef je niet uit te leggen. In het maar... boek geven jullie daar overigens ook een voorbeeld van Nigeria inderdaad. Uh, ja. uh, meerdere landen overigens, meerdere voorbeelden van mensen die eigenlijk op een hele natuurlijke manier uh, de sterkste vorm, de meest soevereine vorm van geld kiezen. En dat is dan bijvoorbeeld naast Edelmetaal, is dat zeker ook ja. bitcoin. Ja, je ziet het bijvoorbeeld in Turkije nu gebeuren. Hè? Dus is daar, daar is die, die Turkse lira die... die... Uh, ja, dat is echt gewoon één grote shit. Die maar die, die, nemen, die nemen alle uh, kinderziektes die er nu nog zijn en de problemen, hè, Bitcoin is hartstikke volatiel bijvoorbeeld nu nog, en dat heeft alles te maken met de fase van de groei waar het in zit, dat nemen ze voor lief, omdat het alternatief nog minder prettig is. Ja. En dat is voor ons moeilijk voorstellen, omdat wij zo'n, ja, we zitten in onze plus, in onze Ivore toren genaamd Nederland. Ja maar naar buiten is de situatie heel anders. Ja, wij denken dan van ja, weet je, ons betaalsysteem is toch fantastisch. Het is goedkoop, het is snel, het is efficiënt. De overheid is te vertrouwen. Klopt nog wel. Weten we weten ook dat als je maar ver genoeg uitzoomt dat je hebt twee soorten overheden: overheden die gefaald zijn en overheden die nog niet gefaald zijn. Weet je, uiteindelijk. Uh, 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 uh. En ik, wat ik mooi vind aan het verhaal van Bert net is dat daar dus de um, rode draad van discipline in zit. Dus wat Um, uh, wat het bestaan van Bitcoin kan doen, um, is um, een stukje asymmetrie weghalen in geld. Uh, uh, even een, een analogie met uh, ergens in dienst gaan. Je gaat ergens werken en het feit dat je dat je, je dienstverband kan beëindigen, brengt een bepaalde symmetrie in de machtsverhouding aan. En dat zorgt er dus voor dat degene die jou in dienst neemt er belang bij heeft jou goed te verzorgen. Kijk, met geld is er eigenlijk helemaal niet zo'n symmetrie in de macht. Er is, nu een, er is nu een machthebber die aangeeft: dit is het geld dat we gebruiken. En dit, deze eigenschappen heeft het geld. En, en die eigenschappen, daar vormen we dit beheer omheen. En dat ligt allemaal bij ons. Je hebt eigenlijk helemaal geen keuze in wat je wel en wat je niet gebruikt aan geld. En er is niet een makkelijke manier om uit te stappen naar iets waar de machthebber geen grip op heeft. Nou, het bestaan van Bitcoin brengt die symmetrie eigenlijk terug. En dat, die functie heeft goud natuurlijk heel lang gehad. En dat is denk ik ook onder andere... waarom er, Bitcoin weleens wordt weergegeven als het digitale goud. En dat is niet alleen vanwege zijn, um, zijn, zijn eigenschappen als geld. Dat is, dat is niet alleen vanwege zijn schaarste... maar ook vanwege zijn functie die het kan hebben ten, ten aanzien van overheden. Dus... Um, waar het internet iets deed met het scheiden van staat en informatie, zou je kunnen zeggen: uh, Bitcoin brengt iets in uh, de context van het scheiden van staat en geld. Um, dan is het heus niet zo um, dat het meest waarschijnlijke scenario is dat dat volledig gescheiden wordt, net zo min als dat voor informatie en staat geldt. Um, maar het bestaan van de optie zorgt er wel voor dat overheden wereldwijd allemaal met hetzelfde protocol, namelijk Bitcoin, en vroeger hetzelfde ding, goud, euh, zich daartoe moeten verhouden. Hè? Ja. En, en ja, dat brengt een stukje um, soevereiniteit terug naar het individu. Nou, ik, en, ik, ja, ik, ik denk dat dat... Uh, dus even leuk, denk ik, om afsluitend één minuut nog, hè? want je zegt ja. van en, en het individu dan. Maar je hebt dus ook als elk persoon, als elk mens, heb je de optie om... Je weet niet hoe voor jou de toekomst eruit ziet. Maar je kunt wel voorbereid zijn op allerlei verschillende mogelijke toekomsten. En dat betekent dat het niet slim is om gewoon alleen maar al je vermogen gewoon op de bank te hebben staan. Dan ben je namelijk maar in één specifieke toekomst goed af. Namelijk in de toekomst dat je geld heel waardevol blijft en de overheid er goed mee omgaat. En er niks, geen rampen gebeuren en de economie niet crasht. En je bent dus eigenlijk heel specifiek, het is heel fragiel, want je bent afhankelijk van dat alles goed gaat. En je zou dus kunnen zeggen van nou ja. Um, ik weet niet precies wat er gaat gebeuren, maar als er iets misgaat, dan zou ik graag erop voorbereid willen zijn. Nou ja, en dan kan je zeggen: van, nou, dan zou Bitcoin en goud en vastgoed en geld onderdeel kunnen zijn van je, je rescue kit. Hè? Ja. <laughs> <laughs> nou, dat, misschien is dat dan een, een, een in ieder geval een goede manier om dit uh, gesprek ook langzaam te beëindigen, maar niet uh, voordat uh, ik jullie nog één ding laat aankondigen. Want in het gesprek hiervoor hebben jullie ook aangegeven: nou, de kijkers van uh, ...Goudkorts gasten, die maken mogelijk kans op een kopie van jullie uh, boek Ons Geld Stuk. Niet alleen dat, het zou dan zelfs nog een gesigneerd exemplaar zijn. Ja, zeker, ja klopt. Als ze het toch doen, dan doen we het goed. Ja. Ah, kijk, um, uh, ik ben heel benieuwd wat alle kijkers van dit gesprek vinden. Um, en zeker ook diegene die denkt van ah, ik wil dat boek wel eens lezen... Um, ja, ik denk dat we er uh, onder alle kijkers die even een reactie achterlaten ergens in de comments. En ik denk ook dat ze een duimpje omhoog moeten doen en een, en een belletje moeten indrukken voor jullie, zodat het wel prettig zijn. <laughs> en, um, dat we gewoon drie exemplaren verloten. Uh, en dat geven wij dan door, de winnaars geven wij door en de uitgever, die heeft een stapeltje gesigneerde exemplaren liggen, dus die krijg je dan thuis gestuurd. En alle mensen die, um, niet, die wel hebben meegedaan geen boek hebben ge gewonnen... Ja, die zijn dan toch overgeleverd aan het aanschaffen van exemplaren. Eigenlijk moet je hem gewoon lezen. Um, uh, zeker voor de Goudkorts-gasten, uh, kijkers, uh, denk ik dat hele interessante materie is. Ja, nou dat ja. is absoluut. Ja. Allereerst Peter, Bert, ontzettend bedankt natuurlijk ook. Uh, de kijkers naar Goudkorts-gasten, nou dit lijkt me toch een hele leuke uh, mogelijkheid om eventueel, een gesigneerd exemplaar van Ons Geld is stuk geschreven door de heren hier aanwezig om die te winnen. Als je hem inderdaad niet wint, ja, dan is het echt een heel goed boek. En uh, dan denk ik dat het ook echt de moeite waard is om hem, om hem zelf aan te schaffen. Nou goed, afsluitend, heb je dit een leuke uitzending gevonden? Like hem dan even. Um, heb je een vraag eventueel aan Bert of Peter? Hieronder in de comment section. Altijd goed om, uh, om eventueel zelf nog even een discussie te voeren. Wil je kans maken op het boek? Like deze video dan even. En uh, abonneer je natuurlijk ook op het YouTube kanaal als je onze content waardeert. En dan zien we elkaar bij een volgende uitzending van Goudkoortsgasten.